Yo mensen, ik ben Jeroen Eker, vandaag gaan we verder met South Park, The Stick of Truth! Goed, vandaag in South Park, The Stick of Truth gaan wij die dire bears verslaan. Hopelijk. Het zou vreselijk zijn als we het nu niet zouden verslaan. Ik heb er net twee vermoord, de derde is bijna dood. En voor de zekerheid gaan we nu item pakken, Revive Potion. En we gaan Cartman revive, die was dood gegaan. Dit is offscreen gebeurd, als je denkt van, hé, wat is gebeurd? Vorige aflevering zei ik uiteindelijk dat het offscreen zou slaan. Kijk, hij heeft nog zoveel. Het moet wel te halen zijn, maar voor zekerheid. Kijk, ik heb 120 over. Pak dus Cartman erbij, zodat Cartman hem helemaal af kan maken. Just in case. Kijk, ik leef nog. And so the party journeyed onward. Weet je, ik heb hem voor niks revived, maar dat is gewoon pure backup. Zekerheid. Return to the Earl of Warnback. Kijk, dat is mooi. You know what a diamond is, right? Hey. I know this is it. We will take all. Like, why not? La, la, la. You know what a dire bear is, right? So, hoppakee. Gaan we weer naar de By Jove, you've done it! Look at all these dire bear pals! Now I can finally make a dire robe! Alright, give me that document. Yes. This is actually written in the language of Eastern Canadian. The Minister of Montreal can translate it. But I'm afraid the Prince has imprisoned the Minister of Montreal in the caverns of Quebec. I will speak with the Prince. Return to him, and he should let you speak with the Minister. Boy, oh boy, I will have the most dire robe in all of Canada. Yes, we hebben Canadese vrienden hoor. Return to the Prince of Canada. Oké, gaan we doen. Super tof. Kut wolf erbij. Hop, hop, hop. Gaan we hierin. Zo. Gaan we daar naartoe. En... Hoppakee, mooi in Canada zijn we. En hop, en hop, en hop, en... The prince seems agitated lately. You should speak with the prince. I'm here for looks, mostly. There you are. I understand you wish me to release the Minister of Montreal. I'd like to help you, but I think this might be another ploy by the Bishop of Banff to have Montreal allowed back into the kingdom. Some Canadians think our nation should be united again, my lord. Shut up! Who the fuck are you? Listen, it's all because the Bishop of Banff is a liberal. He does these things just to make life difficult for me. I must ask you to perform another noble quest. Go to Banff and kill the bishop. Kill the Bishop of Banff? Shh, you, shh. Kill the Bishop of Banff for me and bring me his balls as proof. Do this, and I shall allow you into the catacombs of Quebec. Make haste! Alright. Ik draai dit. Ik ben niet gewend aan dit soort praktijken, weet je. Je kan wel heel makkelijk overal naartoe. Dat is wel heel chill. Is dit een slang? Hij valt me niet eens aan. Kingdom of Canada. Nice! Gaan we zien de robo. Het is vrij simpel ingedeeld allemaal. Op zich ook redelijk saai dat het zo simpel is, maar fijn. Praise Christ! The prince thinks Canada is a monarchy! But then, what's this? Who the fuck hits a bishop? Ikke! Dire Eight! Waarom heb ik dat assassin! Wow! Zegt het voor het eerst. Hoeveel leven heeft hij? Kijk, die zegt super OP. Nou, valt wel mee. Ongeveer hetzelfde als die Dire Wolf. He knows not alleen what hij he kan does. Één keer aanvallen. Oh, wat is dit? Waarom kan ik hem niet aanpakken? Wacht, hij heeft geschild van 500. zo. Lightning Bolt! Hop. Ik moet het schild kapot maken, maar hoe? Bam, en bam, en bam. Remember the golden rule! Love thy neighbor! I shall turn the other cheek. Hè? You know what they call Jewish women's boobs? Jubes. Mana potion. Mana potion. Zo. Deze moet ik hebben. Hij gaat lekker omhoog. En dan gaan we scheten laten. Oh, goh, goh. Wauw. Sneaky squeezer. Dragon shot. Hoppakee, I'm immune. Fuck man, ik snap hem niet. Burning Cloud,
flames. Seriously, how sweet it would be if I had a spell that would make cows suck my balls? Could you imagine? Going down, bruh. He knows not what he does. Juist, dat werkt. Wow. Werkt dit dan ook al? Of? Nee, dat is echt geen ene flikker. Waarom is dit? Het ligt moeilijk, man. We moeten gewoon abilities gebruiken. Dus, weet je, we gaan kijken hoe deze doet. Love thy neighbor! Hoppakee. Nou, verwaarloos moet die andere gebruiken. Wow! Wow! Remember the golden rule! What's the golden rule? Hoppakee. Hop! Oh, kut! Ah, fuck! So it, fucking awesome. Palen, 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 palen. Nog een keertje. Go. Hop. You want some of this? Ai. Gaat lekker. Wow, wow, wat is dit? Nee! Fuck hem. Fuck hem. Dit kunnen we beter doen. Wat is dit? Nou, we doen deze gewoon. Hop! Hop! Fuck, waarom mis ik nou de hele tijd? Oké, abilities. Dan is dit bijna op. We gaan ervoor. Bam! We moeten hem gewoon echt dood kunnen krijgen. Clean the wicket. Carmen. Oh! He knows not what he does! Fuck, 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 fuck. We reviven hem gewoon gelijk. We hebben geen revive meer, kut. Power potion. Dit kunnen we nog doen. In de hoop dat heel toevallig 1573 doet. Hop! Oh bam! Oh bam! Oh bam! Oh bam! Love thy neighbor! Oké, het geeft bleeding keer 4. Voor de rest niet heel veel schade direct. Heel baal dat. Wat? Dood? Wat? Okay, okay, whoa, whoa, whoa! Please, you don't have to kill me. I'll go away and the prince will never know I'm alive. Please, take these dire pig testicles and tell the prince they're mine. What the fuck? Okay, wat ik denk dat hier gaat gebeuren is of dat geen bal uitmaakt dat als hij, als ik ga voor Take Dire Bear Testicles, dat hij zo meteen dood wordt geschoten of zo. Of dat het invloed heeft op het spel, dat als ik de bisschop niet vermoord, dat hij me zo meteen komt, later komt helpen. En dat de andere boos me wordt. Dat is moeilijk hoor. Finish hem off, fuck dat. Ah, awesome work with the boss. You think the prince will let us keep them? Fuck dat, ik... echt. Zo. Zo, kunnen we hierin komen? Niet, oké. Okay. Jammer dan, we vermoorden hem gewoon, weet je. Hopelijk maakt het geen zak uit voor het spel. Anders was het pittig jammer geweest, nou. Oh my god, nog even van die kutwolven, beren. What the fuck, dood man, zijn echt waar. Het is vrij simpel het spel. Ik vind die heel irritant. Heel irritant. Maar dat ben ik gewoon. Hoppakee. Is he dead? Did you kill him? Yay, the bishop's balls! Now religion won't interfere with government. How can we ever repay you? You said you would free the minister of Montreal, my lord. Sorry, no can do. With both the bishop and the minister taken care of, my throne is secure. But my liege, we made a promise. Shh, you. Shh. Quickly, you must speak with the Duke of Vancouver. He can help you get into the catacombs of Quebec. Give the Duke this. Hurry now. All right. 18 friends. What? Biduk of zoiets zei ze, hè? Dat zal je onder dan wel zijn. Of Vancouver. Kijk even. Quest.
Quest. Ook Canada. Vancouver. Oké. Dat is dus hieronder. Oké. Nou. We hebben alle dingen hier al gehad. Ik denk dat we dan na deze aflevering gewoon alweer klaar kunnen zijn in Canada. Ik kan dat ik het echt totaal mis heb. Maar waarschijnlijk zijn we gewoon klaar in Canada. La 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 la. Yes, yes, I know. A letter from the princess? What the? Why, according to this, the prince had something to do with the bishop's murder and has imprisoned the minister unjustly. Young man, if you wish to brave the catacombs of Quebec, you would have to speak with the monks who live to the southeast of town. Only they could train you in such sorcery. Alright, speak to the monks. Zuidoosten. Ze wonen hier. Onder. Hier bij dit stuk. Hoe komen we daar dan? We kunnen gewoon zwemmen. Een boot. Dat is echt heel makkelijk gedaan. Yeah! Who are you? Perhaps he is the American everyone is talking about, Terrence. Nah, can't be. He can't be a master of spellcraft. He doesn't even know magic. He probably doesn't even know how to fart. Okay. Who are you? Okay. Who are you? We gaan zo overleggen hoor. What is the sound of one anus farting? Oh, now you know. Who are you? Nee. Nee, dan gaan ze weer twijfelen, hè? Moeten we hier naartoe dan? I don't know. De monks, zijn dat hun? Nee, dat zijn Philip en Ted of zo, weet ik veel hoe ze heten. Ik weet niet meer precies hoe ze heten, sorry. Het zuidoosten, ja, dat is dit gedeelte. Ik ken ook niet echt langs. Is een beetje raar. Alright. To the monks, dat is het toch? Ah oh, ja, is goed. Ja, perfect. La quest. Oh, Canada. Dragon shout on Philip. Alright. Alright, kijk, dan hadden we dus de verkeerde schreed. Als we een goede schreed hadden gebruikt, dan hadden we het goed kunnen doen. Even wisselen van schreed. Oh, dat was die Dragon Shout. Oh, deze. Dragon Shout. Sorry, daar moet ik echt iedere keer aan denken. Oh, niet deze. Zo. De mooi voor gaan staan en dan. Wow. Wow. He knows Dragon Shout. Any magician's apprentice can Dragon Shout. It's not like he farted into his hand and hit you in the face with it, Philip. Serieus, moet ik dat doen? What is the sound of one anus farting? Hoe moet je dat doen? Ik heb een spel. Now you know. Right. Oh, tuurlijk, dat is met hand. Ja. Ja. If he's really good, how come he can't sneak a fart behind your back? Alright, dat kan ik ook. Oh, niet deze. Godverdomme. Hier. Ja. He's quicker. Very impressive. He is worthy of our training after all. Yes. Prepare thyself, child. It is time for you to learn some true magic. Fantastisch. Your magic is impressive, young American. Not since Eric von Thunderpants of Nova Scotia have we seen such prowess. But now, you must learn to control your anus muscles in just the right way to change a spell's frequency. Some objects seem too large to be damaged by magic, but now I will break through it with Nagasaki! Wow! Here, watch again. Andy. Now you try. Believe All right. in yourself. Oh, daar was hij. Bam!
geheime scheten leren. We leren de geheime scheten. These three pedophiles from Alberta will have their way with you unless you damage them all with one move. Nagasaki! Oh, kut. Oh, shit. Nagasaki! Or they're gonna get you! Oké, gaan we doen. We gaan een geheime scheten leren, hoor. Hier was hij onder een beetje, was hij. Ja. Daar is hij. Bam! That's it! You have Secret fart. You did it! Now go out and use your anus for the good of mankind. And don't ever, ever fart on a man's butt. Oh man, ik heb echt zo'n gevoel dat we het later in het spel moeten doen. En iedereen van... No! You must not do that! Sorry als ik tegen de microfoon aan zon. Of dat ik tegenaan zon, want ik deed het. Goed, dan gaan we kijken op de quest. En wat is de volgende quest? Canada. Go find the catacombs of Quebec. And use your new fart to rescue the minister of Montreal so he can translate the document for you. Een hele hoop gezeik. Dan gaan we de volgende aflevering aan beginnen. Dus hopelijk vond je het leuk. Als je het leuk vond, vergeet vooral geen blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer op mij. Dan blijf je op de hoogte wanneer ik een nieuwe video upload. Ik kan het schema ook gaan opnoemen in de video, maar dat ga ik niet doen. Ik moet een keer een video maken over mijn nieuwe schema. Want het is vrij onduidelijk, gok ik. In ieder geval blijf kijken. Als je het leuk vond, vergeet vooral geen blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer op mij voor meer video's. Laat een reactie hieronder achter over wat tips of tricks of weet ik veel wat. Ik ga trouwens mijn cam niet omlaag doen, want ik vind het er niet mooi uitzien. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind het er niet mooi uitzien. Ik vind hem boven in beeld chillst, maar niet omlaag. Dus dat, ja, dat ga ik lekker niet doen. Lekker puh. Ik ben een klein kind. Lekker puh. Goed, deel deze video met je vrienden. Dat is trouwens heel belangrijk, want ik wil meer groeien. Ik ga voor Kadaver 2.0. Waar ik meer wil gaan groeien. En ik ben nog bezig met dingen uitwerken voor Kadaver 2.0. En ik ga lekker shit vrij. Ik ga het lekker niet geheim houden, want dat kan ik niet. In ieder geval, nogmaals, bedankt voor het kijken. Als je hem leuk vond, vergeet gewoon geen blauw duimpje omhoog te doen. Het lijkt me nu al duidelijk. Ik heb het 4 of 5 of 6 of 7 of 8 of 9 of 10 keer gezegd. Abonneer me even voor meer video's. En dan zie ik jullie in de volgende video. Later!